In het midden van de 18e eeuw overspoelden de golven van geweld onze Brabantse kampen en het Limburgse Eten. Horden van gewetenloos oefenpakken trokken plunderend en brandstichtend door onze verenigde leven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere machtelijke hemels werden. En zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. De bokkenrijders! Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. U hebt gehoord dat ze verleden nacht de steven al in de stoel hebben platgebrand en alles van waard hebben meegenomen. Oh ja? Het is toch niet waar, Marre? Oudere broed, Dennis! Ze zeggen dat hun ogen licht geven in het donker en dat ze zo ram zijn dat het nooit wat betreft als een donder. Gezwets, dat zeg ik u. Achter een maxje peuvel dat met lage streken en omkoverij het gewoon een volk neemt. De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde voert in een gruwelijke slag. Hoog in de hemel over de postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende een waarschrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Een satanische gildeteken, Bokkenbrood, vervulde het ieder met huivel en angst. Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo! In het bijzonder. Deze lange zwarte maan is een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent u leven niet zeker. Om te zwijgen over haven en koek. Zelfs de grendelschone valdeur houden we niet tegen. Ach heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten? Ik ben een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar ben ik wel. Hoogmoed komt voor de val. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkerij. Dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van het dorp was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. En het was een doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het opraken. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. Toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij. Gij, Hugo van de Loonse Duinen. Gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heeren over u af.
maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar nu terug. Ik riep de man op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem, als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar op ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt, eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart die bang. Tot op heden niet gewoon. Treed binnen.